Hi, mijn naam is Wout Plevier. De maatschappij gaat heel snel en veranderingen die komen en gaan. En na een jaar in lockdown te hebben gezeten, heeft iedereen toch wel weer zin om weer uit te gaan. Het gaat ook zeker de goede kant op. Het aantal vaccinaties neemt toe, het aantal besmettingen die neemt weer af. En we zijn eindelijk weer uit de lockdown. Dus dat is fijn. Maar ja, zoals elke fase in het leven, als er iets verandert, dan is het ook goed om even stil te staan en te bedenken, wat is nou belangrijk en wat is goed om te doen? Want dat verschilt per fase in leven. Bij elke verandering moet je iets beslissen. Voor jezelf, voor je familie, voor je team, voor je organisatie. En al 23 jaar help ik werkende mensen zoals jij om vitaler, effectiever en meer bevlogen te leven en werken vanuit hun natuurlijke talenten. Eigenlijk vanuit hun natuurlijke voorkeur, jouw natuurlijke voorkeuren. Want werk je op je natuurlijke interesses en voorkeuren en waarden en vanuit je natuurlijke persoonlijkheid, dan hoef je geen rol te spelen. Dan hoef je geen concessies te doen. Kortom, je wordt gerespecteerd om wie je bent en dan verlies je gewoon simpelweg geen enkele vorm van energie. Afgelopen periode is duidelijk geworden dat de stress bij heel veel mensen juist is toegenomen in de maatschappij. Dat is ook niet verwonderlijk, want die COVID heeft echt wel wat gedaan. De verborgen burn-out is zelfs gestegen van 1,3 naar 4 miljoen mensen. Mensen misten de verbinding met elkaar, ze misten hun collega's. En wellicht herkent ook wel, digitaal werken biedt heel veel voordelen, maar is toch wel even anders dan fysiek elkaar levelen, waarbij je alle non-verbale signalen ook zintuiglijk meekrijgt. Ook zijn veel mensen die zijn Zoom en Teams moe geworden. Bij veel mensen is de ontwikkeling ook stil komen te staan. Er is minder geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling, in leiderschap en teamontwikkeling. Ze hebben wel veel gedaan aan vitaliteit, want logisch ook, we stonden veelal in de overleefstand. Zo hebben we wel heel veel organisaties die hebben dingen gedaan om mensen gezond en vitaal te houden. Wat je daarin zag is dat er ook wel weer veel mensen eenzaam zijn geweest. Je werkplek was immers ook je leefplek. Nou, ik heb daar met veel liefst nog een hele grote kaartenactie op gedaan om die eenzame mensen een steuntje in de rug te geven. En nu breekt er een nieuwe tijd aan. Je hoort dat veel mensen de fear ervaren om missing out te ervaren, maar dat we daar ook de joy om missing out kunnen ervaren op hetzelfde moment. Psychologen waarschuwen ook, ga geleidelijk open, ons brein is veerkrachtig, maar moet mogelijk ook weer even wennen. Nou heb ik een passie voor vitaal maken van mensen. Het geeft een boost aan de fysieke en mentale vitaliteit en het zet je ook weer in beweging om jezelf te gaan ontwikkelen. Nou, je vraagt je dan bij zo'n proces af, wie ben ik nou echt? En wat past er nou echt bij mij? En soms heb je daar een steuntje bij in de rug nodig. Om je ambities waar te maken, om dingen die je graag wilt in gang te zetten. Om te herstellen, om weer fit te worden. Om een nieuw toekomstperspectief voor jezelf te maken. Nou, als je dat leuk vindt, dan is dit volgende heel interessant. Ik start namelijk 17 juni de challenge. Een select groepje mensen help ik in zo'n 6 weken naar hun droomambitie en droomdoelen toe. Wat het ook is. Dus heb je te veel stress, dan leer ik je ermee omgaan. Heb je geen koers, dan zorgen we dat deze helder voor je wordt. Dus dat is heel fijn, dan krijg je richting. Een nieuwe baan? Nou, dan gaan we zorgen dat die er komt. Meer tijd voor jezelf, we veranderen je routines naar meer passie. Nou, wat jij wilt, wat als doelstelling geldt, dat gaan we waarmaken. Nou, vind je dat interessant? Bel me dan eens voor een persoonlijk gesprek, dan vertel ik je er meer over hoe het werkt en wat het voor je doet. 073-522-5656. Groetjes, Wout.